Aanpak infrastructuur para verloopt gestaag. De 5 wegen in de 5 resorten van het district para krijgen waar nodig een facelift. De aannemer S-Mine Transport NV maakte in juli 2018 een aanvang met de werkzaamheden die vallen binnen het project droge en natte civiel technische werkzaamheden in para. De planning is om het project in december 2020 op te leveren. Naast het feit dat de wegen nu worden aangepakt, moeten deze na gerehabiliteerd te zijn ook worden onderhouden door de aannemer. Volgens de Office Assistant Manager Dosi Tombe van S-Mine Transport NV vlotten al de werkzaamheden. Men is gestart te Witsanti en Hollandse Kamp. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. Today.